Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De dag begon alleraardigst met een fraaie zonsopkomst, maar ook al met wat bewolking. Dat maakte het beeld mooi, maar het was wel een voorbode van meer wolken die in de loop van de ochtend over ons land trokken. Daaruit vielen ook van tijd tot tijd een paar buien, de zwaarste in het oosten van het land. Het kwam voorzichtig op gang aan het eind van de ochtend, maar geleidelijk aan zie je dus inderdaad meer neerslag in het beeld komen en zie je de buien ook wat activeren. Lokaal zat er zelfs al wat onweer bij en de kans op onweer is het grootst in de oostelijke helft van het land. Dat is ook vanavond nog het geval, dan begint het in het zuidwesten alweer droog te worden. De wind gaat draaien naar west tot zuidwest en toenemen en dan stroomt alweer koelere lucht het land binnen. Vanavond temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Opklaringen, meest droog in het binnenland, maar in de kuststrook toch nog wel kans op een enkele bui. Wind matig tot vrij krachtig uit de westelijke richting. Morgen weer krachtig langs de kust, windkracht 6. Het weer doet zelfs een beetje herfstachtig aan, met geregeld buien, vooral in het binnenland. En met name langs de kust ook af en toe nog wel wat zon. 18 tot 20 graden staat er op de thermometers. Dat halen we donderdag niet, dan 16 tot 19 graden. En ook donderdag vallen er nog een aantal buien, wel minder dan de woensdag. En misschien dat het in het zuidwesten zelfs droog blijft met al wat meer zonneschijn. Een fraaie vrijdag volgt dan met flinke zonnige periode, 21 tot 25 graden. Zaterdag komt de temperatuur lokaal zelfs aan 30 graden. En de kans op die waarde is het grootst in het zuidoosten van het land. Ook in het noordwesten flink hoge temperaturen, zonneschijn, maar ook al wel wat sluierwolken. Nou, wat gaat de temperatuur dan de dagen daarna doen? Dat zien we op de middagse grafiek. Zondag is het alweer een stuk frisser. En vanaf zondag hebben we eigenlijk temperaturen rond of net iets boven de 20 graden. Wel een flinke spreiding loopt volgende week. Dat betekent dat de onzekerheid vrij groot is. En dit allemaal past heel aardig in een normaal julibeeld. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.